Een tocht vol wonderen en tovenarij. Een magisch eiland waar niets is wat het lijkt. Amateur theatergezelschap Droog uit Lelystad speelt binnenkort het stuk De Storm. Een verhaal over liefde, wraak en vergelding. En in de studio twee spelers in het stuk. Tegelijkertijd zijn het ook twee bestuursleden van Droog. Dat zijn Wim Bok en Jos Timmerman. Van harte welkom allebei. Wim, De Storm, we omschreven het stuk als een verhaal over liefde, wraak en vergelding. Is dat een omschrijving die het theaterstuk recht doet? Ik denk het wel, zeker. Er spelen allerlei thema's in dit stuk. Van macht tot onmacht. Van liefde, van magie. En dat komt wel heel duidelijk terug in het stuk. Nou, hoe of waar gaat het precies over? Het is overigens een bespelen bewerking van The Tempest, van het stuk van Shakespeare. Bewerkt door Lisbeth Kolthoff een aantal jaren geleden. Om hem toegankelijk te maken ook voor jong en oud. Het gaat over een verdreven hertog. De hertog van Milaan. Die verraden is door zijn broer Antonio. En die verdreven is en zich nu op een eiland bevindt. Al 12 jaar samen met zijn dochter. Een plaaggeest wil ik het niet noemen. Maar een knecht, een slaaf, Caliban. Mm-hmm. Ligt de klemtoon bijna weer verkeerd. En een luchtgeest, zijn geest, Ariel. En het stuk begint als hij samen met Ariel de storm opwekt. Het blijkt namelijk dat zijn vijanden in de buurt van het eiland op een schip verblijven. En hij wekt de storm en zorgt dat die vijanden op het eiland terechtkomen. Het is een opmaat naar iets heel spannends. Zo klinkt het in ieder geval. Waarom wilden jullie nou per se dit stuk doen? Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat komt dat van onze regisseuse vandaan. Ans. Ja. Ze heeft al 3 keer eerder een stuk geregisseerd. En dit jaar zou haar laatste zijn. Als wij De Storm wilden gaan spelen. Zelf kende ik al het stuk. Ik heb het 30 jaar geleden in de Batavia, het schip de Batavia, mogen spelen. Maar de anderen moesten ook wel overtuigd worden van, ja, een Shakespeare, is dat wel wat voor ons? Maar Hans die heeft ons toch wel overtuigd. Dat was gewoon chantage van de regisseur. Ja. Wij wilden graag nog een jaartje met haar door. En zij heeft ons inderdaad overtuigd. En we zijn eigenlijk wel heel blij dat we dit mogen spelen, dit stuk. Ja. Een heel bijzonder stuk. Ja, Jos Timmerman, wat voor rol speel jij? Ik speel Prospero, dat is de raadsman van de koning. Nou, geen Prospero, maar Gonzalo. Gonzalo. Hij speelt wel een beetje Gonzalo. Ik weet wel wat voor rol ik speel, maar ik vergis me steeds in de naam. Ik speel Gonzalo, raadsman van de koning. En Gonzalo was bevriend met Prospero, de hertog van Milaan. En die heeft gezorgd dat hij in ieder geval, want Prospero werd verdreven, hij werd op een schip gezet. En Gonzalo heeft ervoor gezorgd. Zonder zeil. Zonder mast, zonder zeil, inderdaad. En Gonzalo heeft gezorgd dat er in ieder geval wat eten aan boord was. En dat zijn boeken aan boord waren. Zodat hij, toen hij op het eiland kwam, ook gewoon nog weer zijn leven min of meer kon oppakken. Goede hand. Ja, is dat een rol die je goed ligt, Jos? Ja, wat dat betreft, het is, elke rol is weer anders. En je zoekt dan van wat zit daar voor iets in waar ik wat mee kan. En ja, wat, waar kon je wat mee dan? In dit geval is het zeg maar een wat rustige, beschouwende persoon. Dat is iets wat ik, dat past naar je in ieder geval wel. Maar goed, ik heb op een gegeven moment ook een keer een geestelijk beperkt persoon gespeeld. Nou, dat past misschien wat minder, maar het is wel heel spannend om te doen. Zit dan de uitdaging wel in? Daar zit dan de uitdaging in. Ja, en Wim, wie ben jij? Ik ben Prospero. Oh, jij bent dus Prospero. De verdreven hertog van Milaan. En wel grappig, bijzonder vind ik het. Ik heb toen jaren terug heb ik de Caliban mogen spelen, die slaaf van hem. En nu mag ik ben op de weg geüpdate. En ik mag nu Prospero gaan spelen. Is dat een uitdagende rol? Ja, het was een hele andere rol natuurlijk dan ik gespeeld heb toen. Maar wel heel mooi. En in eerste instantie denk je, het moet een voornaam iemand zijn.
Maar in Prospo zelf, daar zit ook heel veel woede. Hij wil in eerste instantie ook wraak nemen op zijn vijanden. Maar gaandeweg het stuk blijkt toch wel dat er ook wel van mildheid is. En dat hij tot inkeer komt en dat hij ook zegt van... mensen die redeneren vaak vanuit of handelen vanuit het verstand... terwijl eigenlijk het hart veel belangrijker is. Ja, maar hij ontwikkelt zich dus erg in het stuk. In het begin zit hij vol woede. Hoe speel je dat dan? Ik word regelmatig erop gewezen door mijn regisseur dat ik ook heel grillig moet zijn. En woede moet kunnen tonen en onrustig moet zijn. En terwijl je denkt van ja, die Prospo is toch een voornaam iemand. Maar ja, ook zo'n figuur heeft dat in zich, dat innerlijke. En dat moet eruit en dat moet duidelijk overkomen ook naar het publiek toe. 28 maart, dat is over ruim 2 weken. Waar zijn jullie druk mee op dit moment? Nou ja, het is nu heel belangrijk om te kijken van... we hebben heel lang zonder decor geoefend. En nu is het decor ook klaar. Dus we kunnen nu kijken van hoe staat dat? Waar kunnen we wel en niet lopen? Hoe zit dat allemaal in elkaar? En dan zorgen dat alle overgangen ook tussen de verschillende scènes... waar moet je staan, op welk moment en wanneer moet je binnenkomen... wanneer moet je weggaan, allemaal van dat soort dingen. Daar zijn we nu heel druk mee. Het begint er nu wel een beetje op aan te komen. Ja, het wordt nu spannend. Het is, Vaak merk je ook dat je nog tijd hebt om echt met details aan de gang te gaan. En zelfs gisteravond hadden we nog een scène waarbij we nog iets bedachten... waardoor toch de grap toch alweer naar voren kan en mag komen... En dat is wel leuk, dat je daar ruimte voor krijgt, ook in je hoofd, van... we hebben al heel wat al mee, maar we kunnen nog wat verfijnen in dat stuk. En dat is wel heel leuk om te doen. Ja, want Jos, in hoeverre is dit stuk nou nog precies hetzelfde... als op de eerste dag dat jullie dat gelezen hebben, tot nu? Verandert het elke keer? Nou ja, het groeit. Het is inderdaad... Ja, je begint met de tekst die er ligt en dan... dan probeer je daar een beetje bij het voor te stellen wat moet er gebeuren. En dan doe je wat. En van nou, misschien toch een beetje anders. Als die nou wat eerder komt, die misschien iets later. Dan probeer je dat uit. En nou ja, dan op een gegeven moment merk je wat wel werkt en wat niet werkt. En, nou ja, goed, zo. Ja, dat is elke keer weer. Het bouwt zich op. En op een gegeven moment krijg je het gevoel van oké, dit is ongeveer wat we willen hebben. En dan, nou ja, wat Wim zegt, dan kun je gaan verfijnen. En dan kun je zeggen van dat is een. Dit kleine dingetje nog erbij doen, dan wordt het leuk en of spannend. Of nou ja. Ja. Dus wat dat betreft, er zit echt een hele ontwikkeling in. Ja. Het toneelstuk zal als familievoorstelling worden opgevoerd vanaf 10 jaar. Waarom is dat belangrijk voor jullie, Wim, om zo'n toneelstuk neer te zetten voor al vanaf jong publiek? We willen ook toch graag dat ook mensen kennis maken met een klassieker als Shakespeare. En we hebben dit stuk in ons handen gekregen. En we zagen inderdaad dat het wel heel leuk is... ook om voor basisschoolkinderen het op te voeren. Wij repeteren op 2 verschillende scholen. En we vinden het leuk om als gebaar naar die scholen toe... om voor die groepen, met name dan de eindgroepen... dit spel te mogen vertonen. Maar goed, in het begin zeiden we het gaat over liefde en wraak. Macht, zei jij ook nog. Zijn dat thema's waar kinderen wat mee kunnen? Ik denk dat dat wel mogelijk is. Ik denk dat je, als je duidelijk maakt wat er speelt... dat kinderen dat ook kunnen vertalen in hun eigen situatie. Kinderen hebben ook te maken met macht en onmacht. Maar kan je iets noemen hoe dat in jullie voorstelling zit... waar kinderen dan in hun eigen situatie, in hun eigen leven iets mee kunnen? Nou, we zijn toevallig bezig met een dramadocent om een lesbrief te maken... Waarin onder andere bijvoorbeeld een opdracht is om een... ze krijgen dan een stuk uit van een speler, van een rol, een tekst. En dan vragen we ook van, wat speelt hier? Wat voor een thema? Nou ja, dan kom je op macht of op liefde. En dan ga je dan met die kinderen ga je dat neerzetten in een soort tableau. Ja. En je gaat ook doorvragen van, heb je dat zelf al eens meegemaakt? Maar bij macht is bij kinderen misschien toch, wie heeft de meeste knikkers? Ja, dat is er ook een maar voorbeeld. Hoe zit dat dan in jullie voorstelling? Ja, daar spelen we dus... Je probeert vanuit die situatie, die kinderen dus aanschouwen... Ja. Probeer je die thema's eruit te halen. En daarna dan te vertalen naar hun eigen situatie. En dat is natuurlijk zoeken met elkaar.
en daar vorm aan geven. Ja. Jullie voeren het stuk 3 weekenden achter elkaar op. Is dat eigenlijk niet jammer, Jos, dat je eraan werkt en dat het dan eigenlijk zo voorbij is? Ja en nee. Nou ja, goed, het is wat dat betreft. We zijn allemaal, we hebben allemaal een baan. Dus het is iets wat je ernaast doet. Dus op een gegeven moment houdt het ook op. Zeg maar de hoeveelheid tijd die je erin kan stoppen, dat is één ding. Andere is van ja. We moeten ook voldoende publiek hebben om het leuk te houden, zou ik maar zeggen. Voor twee mensen spelen is ook niet leuk. Dus nee. Wat dat betreft is het een soort. We zoeken dus door naar een soort balans. Maar nou ja, aan de andere kant, 5-6 keer spelen is voor heel veel amateurgezelschappen al behoorlijk veel. Dus ja. Daar prijzen we ons gelukkig mee. Even over dat aantal mensen in het publiek. Ja, vandaag wordt natuurlijk bekendgemaakt dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen voorlopig daar een verbod op geldt in verband met coronavirus. En wat betekent dat voor jullie straks, Wim? Het theater waar wij spelen, het Vestzak Theater, heeft een iets meer dan 80 stoelen. Dat ligt onder de 100. We spelen dus over 2 weken. En we hopen dat het tegen die tijd ook al ingedampt is dat mensen met een gerust hart naar onze voorstelling kunnen komen kijken. Maar ik kan me voorstellen dat jullie het wel een beetje met angstvallig oog in de gaten houden hoe dat zich ontwikkelt. Het is iets wat wel meespeelt natuurlijk, ja. Ja, maar in ieder geval baart jullie nog niet heel erg zorgen, merk ik. Nee. Jullie gaan gewoon door met repeteren. Je moet toch wel, hè? Ja, je kan moeilijk zeggen van, nou, we zien wel en dan gaat het straks toch en dan ben je niet goed voorbereid. Nee. Ja, zeker. Hebben jullie eigenlijk al een idee voor een stuk voor volgend seizoen? Daar zijn we hard over aan het denken. Maar goed, het is ook dat is weer van, wat willen we brengen? Hoe kunnen we dat realiseren? Dus we hebben een paar stukken op het oog. En allemaal zitten wat voor- en nadelen. Maar nou ja, wat dat betreft, we zijn nu druk bezig met voorbereiding voor de première. Dus dan is er weinig tijd en ruimte om goed te kijken naar die stukken. Maar we zijn ermee bezig, ja. Ja, kunnen we nog kaartjes krijgen of is alles al uitverkocht? Ik ga ervan uit dat er nog zeker kaarten zijn. Dus er zijn nog kaartjes voor zover zijn. Dus ja. Bij het Theater Poza in Lelystad. Theater Poza. In de Kempenaar. Ja. Nou. Ja, volgens mij hebben we het allemaal wel zo'n beetje gehad. Mooi, we kijken uit naar de première 28 maart in Theater Poza. De storm van theatergroep Droog. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Wim Bok en Jos Timmerman.